Jeroen Straathof, ooit zo'n krankzinnige schaatswedstrijd meegemaakt als vandaag op de 1500 meter, waar het verschil tussen nummer 1 en 2 drie duizendste is? Nou, ik, je wil op een dag als vandaag niet in de schoenen staan van Koen. Weet je? Ik, bedoel, ik heb zelf ook wel eens uh, dit soort wedstrijden meegemaakt. Ik heb ooit wereldkamp junioren geworden op een, uh, op een honderdste punt. Dat is dus uh, een. een uh, ja, weet je, dat is heel weinig. En als je dan moet wachten tot de uitslag. En hier ging het heel snel, het was heel snel te zien omdat het gewoon tegenwoordig echt op duizendste gemeten wordt door de transponders die de schaatsers aan hun been hebben. Maar je wil op dat moment even niet in de schoenen staan van een sporter waar het, uh, waar het zo close is. Krankzinnige apotheose, waar wij natuurlijk ook naar keken was Mark Tuitert, tegenwoordig woonachtig ja. in uh, Roelofwarendsveen, ja. ook jou niet uh, totaal onbekend hè, als je uit het clubhouder komt. Maar ja, hij ging, kon zijn titel prolongeren. Heb je enig moment het idee gehad dat het kon gaan gebeuren? ja altijd wel weet je Mark is gewoon een, echt een outsider waarvan je het echt wel uh, uh, nou ja, waar, je, waar je eigenlijk wel vanuit gaat dat, dat hij goed rijdt en hij reed ook goed alleen ja, je ziet wel zo'n wedstrijd um, Jan Blokhuis reed in begin natuurlijk een goede tijd en dan uh, Stefan Groothuis gaat er dan onderdoor en dan verwacht je ook dat, dat, dat Mark er onderdoor gaat en dat, en op een gegeven moment stond hij derde en dan zie je gewoon de laatste rit dat hij dat, 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 er, dat hij dan uiteindelijk, of nee, de voorlaatste, ik weet niet meer precies. Maar uh, ja, dan zie je dat hij echt brons verliest. En dat is gewoon heel erg jammer. En uh, ja, dat, is, dat hadden we niet, uh, dat hadden we niet uh, gehoopt, zeg maar. Dan gaan we het versier verplaatsen naar komende dinsdag. De 10 kilometer met Sven, met Jorrit en met Bob de Jong. De man ja. uit Blijmuiden. Ja. ken je natuurlijk ook. Ja. Ja, even om te beginnen over Bob zelf. Wat is het toch? Wat jij zal ongetwijfeld ook met hem geschaatst hebben, want zo lang loopt hij ja. ook al mee. Wat is het toch dat hij hier nog steeds staat? Ja, knap. Heel erg goed. En uh, ik zag van de week ook een citaat van, uh, van Bob: het gaat ook niet om de leeftijd. Het gaat om de, hoe je je sport beleeft en, en uitvoert. En ik denk dat Bob gewoon heel erg goed is in uh, de manier waarop hij zijn trainingen kan doen en fit blijft. En ik liep van de week door het Olympic Park een beetje aan de achterkant, omdat ik een accreditatie heb om achter de venues te komen. En dan was hij gewoon lekker aan het trainen op de fiets. Dus weet je, het is hier lekker weer om overdag gewoon op de fiets te zitten. Dus hij rijdt gewoon zijn rondjes hier door het Olympic Park op zijn fiets. En Bob weet gewoon hoe hij fit genoeg moet zijn om die 10 kilometer uh, te rijden. Ik ben wel benieuwd hoe het, uh, het zal gaan op de 10. Uh, ja, ik bedoel, de gedoodgeverde winnaar, uh, winnaar zal natuurlijk, uh, of de kanshebber, is natuurlijk uh, Sven. Wat daarna gebeurt is gewoon heel onduidelijk. Uh, de 5 kilometer was 1, 2, 3. Uh, dat kan ook maar zo gebeuren op de 10. Uh, Jorrit. Heeft zeker kans om. Uh, ja, de strijd zal ook gaan tussen Bob en Jorrit. Maar ja, wat gaat nog zo'n Koreaan Lee doen? Dus uh, dat, dat wordt heel spannend. En Bob die, uh, die doet al lang genoeg mee om te weten hoe hij precies uh, daar klaar voor moet zijn. En uh, daar moeten we maar van uitgaan.